Dames en heren, ik heb geluisterd naar meneer Willems, de vriend van Etienne, die zegde dat hij hem al 60 jaar kent. Wel, ik kan zeggen dat ik hem al 58 jaar ken. Maar niet omgekeerd. Hij kent mij nog geen 58 jaar. En de reden is dat ik hem heb leren kennen toen ik zelf in het zesde studiejaar zat in het Sint Barbara College in Gent. In het jaar 56, 57. Ik was half intern. En toen we 's middags de straat moesten oversteken om naar de rechter te gaan, dan stond daar geregeld pater surveillant, die de reputatie had erg streng te zijn. Ik wist helemaal niet dat hij Vermeers heette. Ik wist nog minder dat hij Etienne heette. We kenden de paters enkel en alleen met hun bijnaam, want in die tijd had iedereen een bijnaam. Etienne, ik veronderstel dat ik op deze dag het grote geheim mag verklappen. Dat uw bijnaam Jerommeke was. En men heeft me verteld dat dat te maken had met de recente creatie van de beroemde figuur uit de Dolle Musketiers van Willy van der Steen. Die was toen nog niet lang gecreëerd. Maar voorlopig zijn de wegen van de contingentie nog tamelijk ondoorgrondelijk, dames en heren. En zo heeft het dan daarna toch 6, 37 jaar geduurd vooraleer we elkaar echt leren kennen hebben. Het is te zeggen ook lijfelijk en we elkaar ontmoet hebben. Wat mij betreft, ik denk dat ik dat hier mag zeggen, heeft dat meteen geklikt. De reden daarvan is waarschijnlijk deze geweest. Ik weet niet meer zo goed hoe het precies gekomen is, maar zoals u gehoord hebt, ik doseerde hier op de Reep, waar nu de Vlerikschool is, exegese van Oud en Nieuw Testament en voor de Universiteit van Leuven Bijbelse talen, dus Hebreeuws en Grieks. Ik had ook een grote bijbelcursus, een publieke bijbelcursus hier in de stad Gent. En een zekere professor Etienne Vermeers, die ik intussen natuurlijk wel zeer goed kende van reputatie, die verzorgde een cursus christendom hier aan de universiteit. En zo is het op een of andere manier gekomen dat onze paden zich gekruist hebben. Dat is dan meerdere keren gebeurd. We hebben ook nu en dan toch wel eens samen opgetreden. Samen een avond of een namiddag verzorgd en er zijn er nogal wat die ik me goed herinner. Bijvoorbeeld die prachtige avond voor de alumni van Leuven, de alumni van Gent, in de abdij van Zevenkerken over de Pilatusvraag, wat is waarheid? Een frustrerende uitzending op tv. Ik geloof dat dat programma Trommels en Trompetten heette of zo. Een frustrerende uitzending over de historische Jezus. Stel u voor, het ging over de ster van Bethlehem. En dan een nogal pijnlijk gebeuren aan de Universiteit van Leuven. Toen we samen opreden en terugkwamen. Dat debat na dat doctoraat psychologie over bijna doodervaringen. Ik zou er zo nog een aantal kunnen opsommen, maar er is er eentje waar ik deze avond iets meer wil over vertellen, omdat ik denk dat het Etienne zeer typeert. Het heeft zich afgespeeld tamelijk in het begin dat we elkaar kenden op de Blandijn, in een grote aula, waren 400-500 mensen. En het was in 95, ik herinner me dat nog goed, omdat wijlen Leo Apostel toen nog tussen het publiek zat en enkele maanden later, in 95, is Leo dan overleden. Het onderwerp waar we het over hadden, het was dus een debat, een gespreksavond en het onderwerp dat men ons gevraagd had was, ik denk dat het nogal goed past bij de videoclip die we zo net gezien hebben, het onderwerp was het woord Gods.
En aan mij, als ik ze eet, had men gevraagd om uiteen te zetten wat Joden en christenen nu toch konden bedoelen met het woord Gods. Wat ze daarmee nu toch konden bedoelen als ze het over de Bijbel hadden, een boek waarvan iedereen toch wel intussen weet, denk ik, dat het van A tot Z door antieke mensen geschreven is, dat het wetenschappelijk geen enkele waarde heeft en dat het qua informatie een goudmijn is van vergissingen en onvolkomenheden. Hoe men er dan kon toekomen van zoiets, het woord Gods nog te noemen. Ik heb toen geprobeerd om een beetje duidelijk te maken wat we daarmee konden bedoelen. En dan, het tweede luik was voor Etienne, en het tweede luik was natuurlijk, ik zou zeggen, van Etienne verwachtte men dat hij dan zou zeggen waarom dat in gelijk welke betekenis eigenlijk toch niet veel zin kan hebben, omdat dat op geen naspeurbare werkelijkheid slaat. Daarna was er, zoals gewoonlijk, tijd voor vragen stellen en debat en gesprek. En op een bepaald ogenblik, en dat is het enige wat ik wil vertellen eigenlijk, op een bepaald ogenblik was er iemand uit het publiek die zich tot mij richtte. En de toon was nogal agressief. En Etienne moet dat onmiddellijk gemerkt hebben. En de vraag was de volgende: professor, u hebt hier enkele keren, een aantal keren, de evangelies vermeld. Maar als ik het goed verstaan heb, dan bedoelde u enkel en alleen de vier kanonieke, de vier erkende evangelies. Maar we weten toch allemaal dat er veel meer evangelies zijn, een heel pak apocryfe evangelies. En ik zou van u wel eens willen vernemen waarom de kerk deze evangelies niet heeft aanvaard. Nu, dat is een verschrikkelijk ingewikkeld geval, die apocryfe evangelies, historisch gezien. En ik begon te proberen om een beetje die geschiedenis wat uit te leggen van die apocryfe evangelies. Toen ik twee zinnen ver was, boog professor Vermeers zich over de moderator naar mij en zei: collega, mag ik even uw micro? Ik gaf hem de micro, een beetje verbaasd. En hij richtte zich tot de vraagsteller en zei: meneer, als u ze gelezen had, dan zou u zeer goed weten waarom men ze niet heeft aanvaard. En ik gaf de micro. Terug. Dat heeft mij, het was nog tamelijk in het begin dat we elkaar kenden, maar het heeft mij toch wel zeer geraakt, zo geraakt dat ik het vandaag dus nog vertel. Om drie redenen. Ten eerste dat ik zei, ja, verdraaid, ze hebben gelijk, zij die zeggen dat hij toch nogal een temperament heeft. Dat was het eerste. Maar het tweede, veel belangrijker natuurlijk, was dat hij eigenlijk door dit antwoord aan de hele zaal wilde zeggen: als je over iets echt wil discuteren, zorg dan eerst dat je zaken kent. En het derde, nou, met het tweede verwant, en ik zeg het nu een beetje platter: als het enigszins kan, geen zever, uit welke hoek hij ook mogen komen. En voor mij is dat nooit anders geweest dan een illustratie van een adagium dat we, denk ik, allebei zeer hoog in het vaandel voeren. Het is een adagium dat komt uit de Nicomachische Ethiek van Aristoteles, maar dat we veel beter kennen in zijn Latijnse parafrase: amicus Plato, magis amica veritas. Ik houd veel van Plato, maar ik houd nog meer van de waarheid. Etienne, voor mij, sedert ik u ken, zijt gij een schitterend voorbeeld van deze houding. En daarom ben ik zeer blij van u te mogen kennen. En ik dank u ook. Zeer hartelijk proficiat met uw 80ste verjaardag. Ik wil er ook Josiane bij betrekken. Ik weet ook zeer goed dat ik niet meer kan zeggen, nog 80 jaar. Maar ik wil wel zeggen, in de mate van het mogelijke, ad multos annos.